John, voor de wedstrijd tegen Ajax bereiden jullie je voor op echt gras. Waarom is dat? Nou, omdat we morgen ook op echt gras spelen. En we nu in de voorbereiding op deze wedstrijd ook de tijd hadden om ons goed voor te bereiden vanwege de Interland weekend. De velden op dit moment in een hele goede conditie zijn hier bij Wietem. Dus vergelijkbaar met waar je ook morgen op gaat spelen in de arena. Of dat in de toekomst ook gebeurt, dat hangt er helemaal af van hoe de velden er hierbij liggen en hoeveel tijd je ook hebt om je daadwerkelijk voor te bereiden. Want we willen niet gewoon een dag van tevoren dat doen. Dan moet je echt een aantal dagen echt op een andere ondergrond kunnen trainen, zeg maar, waar je dan ook het weekend op gaat spelen. Je gaat naar Amsterdam met de wetenschap dat je een punt meer hebt dan Ajax. Hoe is dat? Nou ja, dat is zo, zo bekijk ik het niet. Dit is het begin van de competitie. We willen gewoon daar een goed resultaat proberen weg te halen. En dat we nu een punt voor staan, zegt mij niet zoveel. Hoe ga je dat proberen te doen, dat je de arena ook verlaat met minimaal een punt meer dan Ajax? Nou, zoveel mogelijk ons eigen spel proberen te spelen natuurlijk. En ook weten dat als dat niet gebeurt, en dat we op een bepaalde manier ook met elkaar moeten verdedigen. Dus het hangt helemaal af van hoe je in de wedstrijd zit. En ja, het verleden heeft uitgewezen dat PEC daar ook goede resultaten heeft behaald. Maar ook wel eens een flinke nederlaag heeft opgelopen. Dus morgen zal dat zeg maar belangrijk zijn. Hoe begin je de wedstrijd? Zit je gelijk in de wedstrijd of moet je in de wedstrijd vechten? Nou ja, dat moet dan ook. Dus we moeten met elkaar op alles voorbereid zijn. Wetende dat Ajax natuurlijk ook revanche wil nemen op het begin van hun seizoen. Nou, het is de eerste wedstrijd van PEC Zwolle onder jouw leiding dat je tegen een ploeg speelt die op papier een maatje groter is dan PEC Zwolle. Maar je gaat je dus niet bij voorbaat al ingraven in de arena? Nou, graven. Kijk, je wil gewoon voetballen, een wedstrijd spelen. En als de tegenstander sterker is, ja, dan ga je automatisch achteruit. En als dat dan lijkt op ingraven, dan is het ingraven. Ik noem het gewoon dat je dan met elkaar gewoon op een hele goede manier moet gaan verdedigen samen. En dat je dan moet gaan loeren op mogelijkheden in de ruimte die zij achterlaten. Maar aan de andere kant, als wij onder die druk uit kunnen voetballen, ons eigen spel vaak genoeg kunnen gaan hanteren, dan kan het inderdaad dan ook een open wedstrijd worden. We zullen het morgen zien. Tijdens de interlandperiode is de selectie nog versterkt met Terrel Ondaan. Waarom ben je blij met zijn komst? Omdat hij net even weer wat anders geeft aan onze aanval. Het is een jongen die sterk is, explosief. Die we ook op een andere manier eventueel kunnen gebruiken. Daar waren we naar op zoek. Nou, hij maakt op dit moment een goede indruk. Moet nog wel, denk ik, conditioneel wat meer arbeid verrichten om op hetzelfde niveau als de groep te komen. Maar we zijn heel blij dat we hem bij ons hebben. En hopelijk kan hij van een goede invloed zijn op ons spel. Want hij is fit genoeg om in te vallen? Ja, we nemen hem sowieso mee morgen. En daar waar nodig zullen we kijken of hij een rol kan hebben. Nogmaals, we hebben niet echt zo'n type speler. Dus, maar hij is niet klaar voor een hele wedstrijd. Nicolas Freire is inmiddels ook gearriveerd. Wat is je eerste indruk van hem? Goed, gedreven. Heel veel in één keer. Wil veel trainen, wil de taal leren. Nou, dat vind ik een heel positief teken. Dus hij is gisteren pas aangekomen en heeft gisterenmiddag gelijk getraind. Wil vanmiddag nog extra trainen. Vraagt al waar de Engelse leraar is. Nou ja, ik heb anders meegemaakt. Dus hij maakt een hele goede indruk. En natuurlijk, het is pas vroeg. Het is ook een speler die we in principe nodig hebben achterin om in de breedte in ieder geval een goede selectie te hebben. Nou, en het is nu aan hem om zich de komende periode te laten zien en te wennen aan Nederland, te wennen aan Zwolle en hoe wij spelen. En dan ook natuurlijk ook proberen voor hem dat hij ook minuten gaat maken. Tegenover de komst van die twee staat ook de blessure van Dieke Koppers. In de eerste plaats voor hem natuurlijk een drama, maar voor jullie ook heel vervelend. Want jullie zaten niet zo krap of niet zo ruim in de backs.
Nee, en Dieke begon net een beetje weer te spelen. De laatste twee wedstrijden kwam hij erin. En dat gaf ons ook weer wat extra, waardoor King naar voren kon schuiven. En Bram weer naar de rechtsbackpositie ging. Dus ja, die is nu weggevallen. Heel treurig voor hem en voor ons natuurlijk ook spijtig dat we een speler missen. Want we hebben hem van de zomer gehaald. In het idee en met het idee dat hij aan die linkerkant goed werk voor ons kan verrichten. Ongelukkig voor hem, net nadat hij weer fit was geworden, heeft hij toch weer een behoorlijke blessure opgelopen. Dus ik hoop dat hij snel weer erbij is, maar het zal enkele maanden sowieso weer gaan duren. In ieder geval dat hij goed herstelt. Tot slot, Ajax Zuid is natuurlijk tegen je oude club. Voor jou nog een heel bijzondere wedstrijd? Maar ja, het is natuurlijk. Ik kan wel zeggen nee, maar het is de club waar ik groot ben gebracht en waar ik ongelooflijk veel plezier heb gehad en succes heb beleefd. Dus het is altijd speciaal voor mij om bij Ajax te zijn of tegen Ajax te spelen. Dus dat is nu niet anders.